Believe in your dreams and go after them. Dat is de kwaliteit van Onana, hè? Die infiltratie is van op dat middenveld. Moi, ça a toujours été au parc d'abord. Je finis l'école, je fais mes devoirs au parc direct. Tu joues avec les copains, tu mets des petits ponts. Pour nous, c'était comme une Coupe du Monde. Alors que c'est juste un bête match dans la rue. Mais... football, football, football. Onana heeft de aanvoerdersband overgenomen. Rester ce petit garçon-là qui vit son rêve, que c'est ça qui m'a amené jusqu'ici. Moi, à un moment donné, je disais à ma soeur, je lui ai dit, ma chance, je crois, elle est passée. Ça a été une étape très difficile. Mais heureusement, j'avais ma famille. Pour moi, l'histoire, elle est très belle. Vroeger als kleine jongen speelde ik gewoon op het pleintje. Dans la rue, avec les copains. Pour nous, c'était quelque chose de spécial. Ik speel echt graag op pleintjes. Je komt daar en je kent niemand. Maar iedereen speelt samen, heel een dag lang. Altijd met een bende jongens. Eerst van, wow, wat doe jij hier? Wat kom je hier doen met een bal? Les gars, on fait un 2 contre 2? On est 4? Vas-y, parfait. Dan begint hij te spelen en dan is het onmiddellijk van, oh. Je mocht toch geen goal krijgen van een meisje. Je mocht geen panna krijgen van een meisje. Een meisje mag je de bal niet afpakken. Speel je in een club? Ja, ik speel in een club. Waar speel je dan? In Gent. Oh. Is dat op professioneel niveau en zo? Ik vond dat echt nog tof. Ik en mijn vrienden, we woonden allemaal in één dezelfde blok. In Chicago-blok. Voetbal heeft ons echt samengebracht. Hier op het pleintje in de Bloementuin. Dat was echt zo. Elke middag na school was ik met een bal te vinden. Destijds hadden we geen telefoons. Riepen vanuit de raam. Hey, kom maar, 14 uur pleintje. En dan stak hij zijn hoofd uit het raam en dan riep hij terug van oké, Ajampong, 14 uur bloem. Het grootste deel van mijn leven heb ik echt alleen maar zitten voetballen. Sadiko. Ça va? Hey, goed. Ça va? Goed. Ça va, ça va, ça va. Oh,
Legendarische bloem. Ja. Wow. Legendarisch, hè? Te veel geschiedenis. Dat was eigenlijk onze Campanaal, San Siro. Ja. Klopt. Onze Estadio de Bloemetuin. Daar zijn we gemaakt, hè? Dat wel. Tout le monde nous voyait déjà qualifiés. Je pense que c'est le plus important des matchs qu'on a pendant cette phase de poule. On fait un peu de tennis ballon. Ça peut devenir très sérieux parce que tout le monde dans l'équipe est compétiteur et tout le monde veut gagner. On joue en Autriche dans un stade qui est très beau, dans une ambiance incroyable. Et d'entendre des chants de nos supporters, c'était incroyable. On les a entendus, on les a ressentis. Ça fait super plaisir. La première, elle est bonne. Il est dans le rectangle. La frappe, c'est goal! Luca Bacchio! 0-1 pour la Belgique. Je pense que ce qui rend spécial, c'est le fait de se sentir très libre. Il n'y a pas vraiment de règles. Dat waren ploegen van 5. Degene die wint, mag je dan blijven. En je probeert dan zo lang mogelijk op het veld te blijven. De duivels lachen, de tanden bloot, is mooi om te zien. En deuxième mi-temps, on met 2 buts. On contrôle le match. Plat, met de voeten. On fait quelques petites déviations, Nakadic. Oh, Nana, il va prendre une carte rouge. Et c'est à la 80e que je reçois le deuxième carton jaune. Chose dont je ne suis pas fier, bien évidemment. Op de pleintjes is er uiteraard geen scheidsrechter. Ofwel is iedereen een beetje akkoord. Als we weten van het is fout, dan was het ook gewoon fout. Quand je suis sorti, j'étais donc derrière le banc, dans le tunnel. Je regardais le match, je crois que j'avais une tension à 250. Je pense qu'il y avait peut-être 10 minutes à jouer, mais les 10 minutes, c'était comme si c'était une demi-heure. L'Autriche prend le dessus, c'est difficile de défendre. Ça devient très très compliqué. Un dernier centre, dévié, il faut sortir. Et Théâtre sauve le coup de coin. C'est terminé, le coup de sifflet final. Eh bien, on accueille ça avec un énorme soulagement, mesdames et messieurs. Et cette victoire sur la fin, au courage. En het is afgelopen, de Belgen plaatsen zich voor het EK voetbal. Ze zijn erbij, alsof daar nog twijfel over bestond. Tournoi international, Coupe du Monde 2014, Euro 2016, Coupe du Monde 2018, Euro 2021, Coupe du Monde 2022 et désormais Euro 2024. L'équipe a très bien géré ce moment-là. Au final, le résultat est positif, on est qualifié, c'est la chose la plus importante. Magali, kom eens. Galle, kijk eens welke ballen er niet echt zo sterk zijn en geef die eens door alsjeblieft. Ja, ik ben begonnen op een pleintje training geven. Laatste 5 seconden, boys. 5 seconden. Bij pleintjes, daar heb je meestal zoolcontrole en heb je meestal voetenwerk. Op veld zie je dat ook terug bij pleintjespelers. Wanneer ze in een situatie komen waar ze snel moeten handelen, dan zie je direct dat ze hun zo beginnen te gebruiken, want dat is makkelijker. Dribbelen. Ja, een klein looppasje gewoon. Het is warm, hè? Goed getraind, mannen. Dank je, Bart. Ça va. Iedereen wil graag prof worden, denk ik. Ja. Maar dan moet je daar ook voor hard werken. Ja, dat klopt. Voetbal is niet gemakkelijk. Op tv lijkt alles gemakkelijk, maar de trainingen, de werk die je erin steekt, is wel zwaar. Dat is de main thing, hè. Herhalen. Niet 1 keer in de week, liefst 4 keer in de week, of 5 keer, of 6 keer. Hoe meer, hoe beter. Mm-hmm. En alleen zo kun je progressie maken. Ja. Weet je nog waar het allemaal begonnen is? Ja. We kennen elkaar al heel lang. Ja. Bloementuin. En nu hebben we dromen van profvoetballer. Van pleintje naar prof. Dat is onze doel. Sur la plaine de jeu avec les amis, moi, c'est Ronaldinho. J'essaie de jouer comme lui, même si j'y suis jamais arrivé.
Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré dans mon football. Pendant cet été, je suis à Miami. Et puis on me tape sur l'épaule, on me dit « Regarde, il y a qui ?» Et c'est la première fois que j'ai eu un « kind of starstruck ». Donc je suis là, je prépare mon téléphone pour faire la photo. Il me dit « Non, viens t'asseoir à côté de moi, il me prend dans ses bras. » On parle de Ronaldinho, c'est une légende du foot, c'est une légende mondiale. Door te zien dat die jongens daar staan, zoals Raja, die komt van dezelfde buurt, linkeroever. Hij was een pleintjespeler, dus de trucs die hij deed op veld, deden wel pleintje. En dan werd de droom in één keer realistischer en dat droomde ik zelf van dat ik daar ook kon staan. Daardoor begon ik zelf een professionele carrière op te bouwen. Ik heb een hele parcours afgelegd, zowel binnenland als buitenland. Soms heb ik mijn hoofd wel naar beneden laten hangen. Maar ik geloof in mijn kwaliteit dat ik heb. Dat is mijn houvast. Feitelijk is er geen aankomst. Het is echt gewoon leven. De kans hebben om elke dag te mogen gaan voetballen. Omdat ik dat zo graag doe. Ik ben een meisje dat voetbal speelt. Op school, ook gewoon in de straat. Mijn leven draait om de voetbal. J'ai une phrase qui me reste dans la tête et c'est small professionals do it until they get it right. Real professionals do it until they can't get it wrong. Vous avez pas joué finalement hier? Non. C'est aujourd'hui. Quoi? C'est aujourd'hui. Okay. Pas besoin de dribble. L'idée, c'est de mettre de la vitesse. Ouais. Dernier ballon. Ok. Ouais. Blow. Ouais. Fixe. Tempo, 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 tempo. Un peu plus vite. Mais t'es tellement motivé. C'est tombé. C'est la chance que j'ai. Hein. J'arrive au foot. Et mon foot, t'es pas malade, toi? Je dis, si, si, quel on staking. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, bah. Excès de motivation. J'ai respiré, j'ai marché, c'est bon, je suis là. Ouais, attention quand même. Ouais, oh, là, ici. Ouais. Oh, là, prends. Oh. Ouais. Excellent. Fixe, 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 fixe. Ok, ya, hop. Ok, bien. Deuxième ballon, prends, prends. Ik ben verliefd op de bal en verliefd op deze wereld. Omdat voetbal over gevoelens gaat. Je déteste la pluie. Ça va, ça fait glisser le ballon. Ik vind het zo leuk om in het stadion te zitten en al die emoties te mogen delen met al deze mensen. Ik zou dat echt zo graag hebben dat ik die emoties aan deze mensen kan geven, dat ik ervoor zorg dat de mensen zo banden creëren. Good. Had je ook pizza pakken? Ja. Kijk dan. Man, denk spicy chicken of pepperoni, man. Ja? Ja. Ik ga pepperoni pakken. Jij ja, pepperoni? Ja, man. Ik ga spicy chicken pakken. Man. De bruine, dat zijn passen zijn uniek. Soms had jij dat. Soms had je zo'n pas dat je zo toevallig tussen vijf man geeft. Ja. En dan kun je de bruine pas geven, snap je? Ja, ja, ja. Of Hazard. Hazard was meer met je kont spelen. Afschermen met je kont en wegdraaien. Stel je voor, jij was nu in Amadou zijn plaats. Kijk, dat is normaal. Hè. Je moet een gele kaart krijgen. Hè. Voor een foutje uitlokken. Zoals een tegenaanval stoppen. Zoals zijn eerste gele kaart. Waardoor hij die tweede kaart... Het is gewoon jammer dat hij zijn voet vooruit heeft gedaan. Snap je? Ja, we zijn nog niet op het EK of zo. Dus ik denk dat hij deze moment hem wel gaat voorbereiden op het EK. Om misschien een andere beslissing te nemen als hij in die situatie komt. Misschien wanneer het echt belangrijk is. Snap je? Dus... Ja, dat klopt. Want als je zo'n fout maakt, zo'n cruciale fout op de EK... Ja. Wow. Is er ook lok soms? Ja. Okay. Een pepperoni. Dank u. Een hoop pizza. Dank u. Alsjeblieft. Dat is warm, man. Even laten rusten.
En grandissant, moi, ma maman était malade. Elle est malade. Du coup, elle n'a pas eu l'opportunité de venir à beaucoup de matchs. Mais du coup, quand elle était là, je devais vraiment tout donner. C'était plus ma sœur Mélissa qui venait voir les matchs. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, elle sera toujours là. Quand on vous dit que vous n'allez jamais être joueur pro, que vous n'allez jamais le faire, que vous n'êtes pas assez bon, pour un adolescent, c'est dur à encaisser. J'ai douté. Ik heb dat zo vaak gehad, momenten waar ik gewoon alles wou stoppen. Beaucoup de gens venaient dire, mais ton frère, en fait, il est pas mal. Hein. Tu devrais peut-être essayer de faire quelque chose pour lui. Ma sœur lui dit, bon, pourquoi pas, je vais m'acheter une caméra et je vais le suivre et je vais faire des vidéos. Ik heb nooit opgegeven. Ik ben hier nog, ik train hier nog, meer dan de anderen. En ik zal dat blijven doen tot als ik mijn dromen bereik. Ja, dedans, oké. Okay. Perfect. Oké. Okay. Et c'est ce qu'elle a fait. Si elle n'avait pas fait ces vidéos-là, je ne pense pas que ça aurait été la même chose. Inderdaad, inspelen hier, direct terug aanspeelbaar maken onder de bal. Zeker niet vooruitlopen, want we hebben eigenlijk Emma die daar al de rug. Gewoon momenten waar ik dacht van, dat is helemaal de moeite niet waard. Dat gaat me nooit lukken. Ofwel uithalen, terug via Riet en dan zijn we weer vertrokken naar de andere. Ga ik gewoon beter naar school, een diploma behalen. Tijdens de vakantie gewoon een beetje werken, want ja, tijdens de vakantie is dan ook alles opgeven. Niet op vakantie vertrekken, blijven trainen. Niet de bedoeling. Oké, dan vraag je dat gewoon. Zou het niet lukken, dan heb ik zoveel plezier gepakt gewoon door dat allemaal te mogen leven, dat het helemaal niet erg is. Nog eentje. Goed. Terug. Yes. Waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Je heel ver kan beuken straks. Kom aan. Maar dan denk ik bij mijn eigen van... Het kan altijd. Het kan echt altijd, zolang ik erin blijf geloven. 4, 5. Ja. Ja. Theat, Vertongen, Faas en Castagna. En zelfs, ik heb dat gezegd, hè. Veel mensen vervangen omdat we al gekwalificeerd zijn. Maar die jongboys zijn nog niet in, Arthur en Mandela. Nee, hij heeft voor Tielemans gekozen vandaag. Oh, in de plaats van Onana. Allez, t'es tout beau? J'ai bien ta veste. Maar in plus, là, il est encore un peu lourd. Quoi, t'as une veste à l'intérieur? De ketelaar, ouais. Allez, Romelu. Lukaku. Johan. Johan, je sais plus. Ils sont perdus. Ils Jan. Sont nuls. Vertonghen. Ah, quand même. Aha. Mats. Mats Seltz. Vous avez vu la Turquie? Met de familie kijken we naar de Rode Duivels. Maar ik denk dat op zich altijd is geweest. Als we winnen, als we verliezen, als we scoren. Non. Il y a une règle. C'est une fois qu'on est dans le stade, il n'y a plus de règle. Voilà, merci. Allons, on y va, les gars. Dat is echt alles over emoties. Voetbal verbindt mensen. Voetbal zorgt ervoor dat mensen samenkomen. We from Belgium. Dat kunnen we ook voelen op het veld en dat voelen wij ook als supporters. En daarom delen we dat graag met mensen die we graag zien. Jokeres heeft te veel tijd. Castagne komt wel, heeft die bal slechts half. Hij kan toch schieten, Gyökeres. En Gyökeres, ja, hier komt hem. Gyökeres, nog altijd op tegen Vertonghen. En hij is best snel. Gyökeres, oh, nee, met de kalme actie van Gyökeres. Prachtig afgewerkt. Prachtig. Jan Vertonghen. Waarom slijt hij? Ja. La Belgique n'est plus une petite nation. Parce que justement, la génération précédente a été très, très forte dans ce qu'elle faisait. Maintenant,
la victoire est la seule chose qui manque. C'est pas un rêve, c'est un objectif. Het enige wat zou kunnen tegenvallen is het feit dat ze niet of minder goed samen zouden kunnen spelen. Mangala gaat liggen en is dat een strafschop? Ja, het is een strafschop. Maar als we een gehechte Rode Duivelsploeg hebben, dat ze zeker nog ver kunnen geraken. Waarom niet? Hij is al toch goed bezig. Zeker met de nieuwe ploeg die ze hebben gevormd. Nu 1-1, dus we gaan zien. Tweede helft die gaan sowieso erover springen. Blijf van. En tot straks. Het zijn voor die spelers van Zweden en zo. Zelfs bij jongens die hun voetbalcarrière hebben opgegeven, nog steeds zie je die passie voor voetbal in hun. Dus dat is mooi om te zien. Dat is sowieso een droom om ooit mijn land te mogen vertegenwoordigen. Petit Amadou qui joue dans le parc, il connaît pas la pression, il connaît pas l'enjeu, il joue tout simplement. J'essaie exactement de me remettre dans ce petit Amadou là. Toutes mes qualités ressortent parce que je me sens libre. Parce que je suis sur un terrain de foot en train de jouer au foot devant des milliers de personnes, de faire ma passion, c'est exceptionnel. Et je profite de chaque instant.